Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij de eerste livestream van de voorjaarsserie van de Medische Publieksacademie, georganiseerd door het UMCG en het Dagblad van het Noorden. Wat fijn dat u er ook weer bij bent en wij zijn ook blij dat we weer mogen beginnen. Mijn naam is Dineke Verbeek en ik ben onderzoeker bij de afdeling Genetica van het UMCG en zal vanavond uw voorzitter zijn. Dit voorjaar worden er 6 diverse lezingen gehouden door artsen en toponderzoekers van het UMCG over corona, zoals vanavond, maar ook met andere diverse thema's. Indien u meer informatie wilt over de inhoud van deze lezingen, verwijzen wij u graag naar onze website. Voordat we gaan beginnen, heb ik eerst een aantal praktische mededelingen voor u. Het programma vanavond duurt een half uur, waarvan de lezing ongeveer 20 minuten zal duren. Tijdens en eventueel na de lezing kunt u vragen stellen in de chat. De chatfunctie kunt u vinden onder de livestream. Na de lezing is er dan 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden, die door u zijn ingestuurd via de chat, maar ook via de mail. De livestream is terug te kijken op het UMCG YouTube-kanaal vanaf aanstaande donderdag. En dan is het nu mijn genoegen om onze spreker van vanavond aan te kondigen. Marjolein Knoesters. En zij is arts, microbioloog en klinisch viroloog bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG. We zijn blij dat zij vanavond bereid is om ons een inzicht te geven in wat de invloed is van mutaties of varianten in het coronavirus op de overdracht en de ziekte en het vaccinatiebeleid. Dan geef ik nu graag het woord aan Marjolein. Dankjewel. Dan ga ik naar de eerste dia. En dit is de inhoud van mijn presentatie. We gaan het eerst hebben over wat is nou eigenlijk een variant? Waarom ontstaat een variant? Welke varianten kennen we nu? En wat zijn de gevolgen van die varianten op natuurlijke bescherming na een infectie en op de bescherming na vaccinatie? We beginnen met het bovenste onderwerp. Wat is nou eigenlijk een variant? En daarom is het handig om even het virus wat nader te bestuderen. Zo ziet het SARS-coronavirus 2 eruit. Dit is het genoom van het virus, het genetische materiaal, het RNA, zoals we dat noemen. Daaromheen, in het grijs, zit een soort voetbal, dat is het nucleocapside. En daar weer omheen zit een envelop. En op die envelop zitten eiwitten. En het gaat vandaag even over die eiwitten. Die eiwitten, dat zijn de spike-eiwitten. Nou, daar heeft u vast inmiddels wel eens wat over gehoord. Hier is het virus nog iets schematischer weergegeven. Met weer dat genetische materiaal in het midden, het RNA. Daaromheen dat nucleocapside, die voetbal waar die in verstopt zit. En dan daaromheen weer de envelop met dat spike-eiwit. En als we dat spike-eiwit dan wat groter maken, dan is een belangrijk onderdeel van het spike-eiwit, en dat is dus hier het topje van het eiwit, dat is de bindingsplek waarmee dat eiwit zich bindt aan de cellen van de mens. Want hier zien we schematisch dus de wand van de cel van de mens weergegeven, met daarop een uitsteeksel, dat is de ACE2-receptor, die dient een heel ander doel dan plakken aan dat virus, maar dat virus gebruikt toch dat uitsteeksel om zich aan vast te plakken. En dat is een soort sleutelslotprincipe. Zo kunt u dat onthouden. En dat doet hij dus met dit deel, het receptorbindende plekje. Het receptorbindende domein. Als we het hebben over de varianten, dan kijken we weer naar, naar dit stukje van het spike-eiwit. En dan zien we daar dat een variant daar zich een beetje heeft aangepast. Die is net een beetje anders op zo'n plekje. In dat receptorbindende eiwit. Sorry. In dat receptorbindende domein zijn dan veranderingen. En dat noemen we een variant. Nou, waarom ontstaat nou eigenlijk een variant? Het virus dat vermeerdert zich in cellen van de mens. En daarvoor laat ik dit plaatje even zien. Dit is namelijk hoe eigenlijk de levenscyclus van een virus eruit ziet. En dit is een heel algemeen plaatje, is niet per se voor het SARS-coronavirus 2. Maar in het algemeen komen virussen de menselijke cel binnen.
door zich te hechten aan die cel met dat spike-eiwit wat aan de receptor bindt, dan komt het genetische materiaal van het virus in de cel en gaat zich daar vermenigvuldigen. En daar gebruikt hij allerlei onderdelen van de menselijke cel voor. Hij gaat ook nieuwe eiwitten maken, waardoor hij zelf weer nieuwe virussen in elkaar kan zetten die in grote hoeveelheden weer de cel verlaten. Dus er is een vermeerderingsproces. Maar bij dat vermeerderingsproces, bij die verdubbeling van het genetische materiaal, kan het virus foutjes maken. En soms leidt dat tot een virus wat helemaal niets meer waard is, en wat dan ook te gronde gaat. Maar soms leidt dat tot fitter virus. Het is eigenlijk gewoon evolutie. Je zou kunnen zeggen dat het soms per ongeluk gaat, maar soms lijkt het ook wel expres. Want ja, evolutie maakt natuurlijk dat de beste overwint. En dat is precies hoe we dat dan zien als dat het virus zich eigenlijk gericht aanpast. En dat kan op twee manieren. Of laat ik het zo zeggen, het kan twee functies hebben. Het virus kan zich zo aanpassen, zodat het de afweer kan ontduiken. Hij wordt als het ware onzichtbaar. We weten nog, het virus ziet er zo uit, met het genoom aan de binnenkant en de spike-eiwitten aan de buitenkant. En wat gebeurt er normaal gesproken? In het menselijk lichaam worden in reactie op de aanwezigheid van het virus antistoffen gemaakt. En die antistoffen die zijn hier afgebeeld, deze soort van tipitenten, die gaan op die uitsteeksel zitten. En dan wordt het virus, zoals dat heet, geneutraliseerd, oftewel onschadelijk gemaakt. En tegelijkertijd zorgen die antistoffen ervoor dat het virus niet meer kan binden aan de receptor, want dat spike-eiwit is dan geblokkeerd. Een variant gaat zich vermommen, want wat hadden we net gezien? Op dat plekje, op dat receptorbindende domein, komen één of meerdere aanpassingen, waardoor het een variant heet. En die antistoffen die eerst zo perfect daarop pasten, die plakken nu niet meer. Of de helft plakt nog maar. En dat is natuurlijk heel slim. Het virus heeft dus als het ware een vermomming aangenomen, waardoor het afweersysteem niet meer helemaal werkt. Een ander gevolg eigenlijk van het ontstaan van een variant is dat het virus beter past op de receptor. Dus dat is ook heel slim, want dan is die besmettelijker. Hij kan makkelijker mensen infecteren. Nou, en dat ziet u op het onderste plaatje. Eventjes weer schematisch weergegeven. We doen net alsof deze variant nu beter plakt. Alsof het eerst een heel ingewikkeld slot was wat genomen moest worden. En nu ineens, doordat die variant net aan de bovenkant er iets anders uitziet, is het een heel simpel slot geworden. Past die heel makkelijk, heel perfect en kan die makkelijker mensen besmetten. Welke varianten kennen we nu? Eigenlijk begonnen wij al met een variant. Want het virus wat in Wuhan heerste, waar het begon, was tegen de tijd dat het in Europa was aangekomen eigenlijk al een beetje veranderd. Van, we zullen hier maar even zeggen, het oranje virus naar het blauwe virus. En het oranje virus was, relatief besmettelijk, maar het blauwe virus was nog een stuk besmettelijker. Dus wij begonnen eigenlijk al met een variant. Inmiddels is die variant voor ons dus, dat was hij toen al, is eigenlijk gewoon. Maar daar zijn een paar nieuwe varianten bijgekomen. En ik heb hier de verschillende namen weergegeven. Dit zijn de meest bekende. We hebben de Britse variant. En die heeft een heleboel verschillende namen. De meest gebruikte is natuurlijk de Britse variant. Maar hij wordt ook wel genoemd B117. Of 501i versie 1. Nou, en u ziet al, hier is versie 2 en versie 3. En als helemaal in het begin heette die de Variant of Concern. 2020, december, et cetera, et cetera. Versie 1. En dit was dan de Variant of Concern versie 2. Maar ik wilde deze namen vooral eventjes gebruiken, zodat u, als u ze ergens leest, dat u ze dan kunt terugrelateren aan de meer gebruikte namen: Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant en Braziliaanse variant. En de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse hebben één mutatie gemeen. En dat is de mutatie op de positie 500 in het genoom. Daar zal ik verder niet al te diep op ingaan, maar het is belangrijk om te weten dat het virus dus
in het spike-eiwit in alle drie de varianten die mutatie heeft. En dat een mutatie is die de besmettelijkheid verhoogt. Deze twee virussen, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse, hebben ook een andere mutatie gemeen. En daarom heb ik deze twee wel allebei een roze vermomming gegeven. Dus die lijken ergens een beetje op elkaar. En zijn net weer een beetje anders dan de oranje. Maar toch zijn er ook nog veel verschillen. Is dat dan allemaal relevant? Ja. De situatie in Nederland is zo dat we dit in de gaten houden. Omdat we het relevant vinden. Omdat we het belangrijk vinden om te weten welke varianten er nu rondgaan. Omdat we nou eenmaal weten dat de Britse variant, dat eigenlijk al die varianten wat besmettelijker zijn. En dat de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse misschien het immuunsysteem wat makkelijker kunnen ontsnappen. Dus het RIVM test steeksproefsgewijs samples, dus monsters van patiëntenmaterialen, om te kijken welke variant daar in welk percentage in voorkomt. Nou, en dat heet de zogenaamde kiemsurveillance. Dit is een plaatje wat elke week wordt bijgewerkt door het RIVM. En ik heb de getallen van vorige week en afgelopen week erbij geschreven. De Britse variant is al meer dan 500 keer in die kiemsurveillance naar voren gekomen. Dus dat is nogmaals een steekproef van alle positieve patiënten in Nederland. Dus we weten dat die er zeker weten is. En datzelfde geldt voor de Zuid-Afrikaanse variant. Die is er nog wel in mindere mate. De Braziliaanse variant, die vinden we nog vooral bij reizigers. En daar is nog niet zoveel overdracht in Nederland. Het plaatje wat het allemaal misschien nog wat duidelijker maakt over de hoeveelheid Britse variant in Nederland, is deze. In blauw ziet u het wildtype virus, zoals we dat noemen, het normale virus. En in rood zien we de opkomst van de Britse variant. En we zien dat in de laatste tijd de Britse variant eigenlijk de 50% heeft overschreden, dus het merendeel van het virus wat nu gevonden wordt bij mensen die positief testen, is vermoedelijk de Britse variant. En dat zal in een paar weken waarschijnlijk doorstijgen tot 100%. Is dat belangrijk? Ja, want we zien inderdaad dat die Britse variant zich makkelijker verspreidt. Het lijntje van de Zuid-Afrikaanse variant ligt hier, begint hier een beetje en is nog heel laag. Dat is misschien 5%. Het deel wat de Zuid-Afrikaanse variant uitmaakt van alle stammen in Nederland. Wat zijn dan de gevolgen van de varianten op de natuurlijke bescherming na infectie? Oftewel, stel u heeft een infectie gehad vorig jaar maart of in juni of in juli. Bent u dan beschermd tegen de huidige variant en bent u beschermd tegen de nieuwe varianten? En hetzelfde geldt voor de vaccinatie. Als u nu gevaccineerd wordt, bent u dan beschermd tegen de verschillende varianten. Als u het virus hebt doorgemaakt, dan bent u in principe waarschijnlijk wel voor een bepaalde periode beschermd om geïnfecteerd te raken met hetzelfde gewone virus. Want het afweersysteem herkent dan dat virus en zal het gelijk gaan opruimen. Omdat het afweersysteem die nieuwe variant iets minder goed herkent, zal het het lichaam net iets meer moeite kosten om die nieuwe variant op te ruimen. Het is echter wel zo, hier noem ik nogmaals, dat het virus wordt dan dus minder goed geneutraliseerd. Het is minder makkelijk om het virus op te ruimen. En het lijkt erop alsof je wat meer antistoffen nodig hebt om zo'n variant op te ruimen dan het normale virus. Oftewel, wat ik net al zei, het lichaam moet iets meer zijn best doen om hetzelfde effect te bereiken. Dus het lijkt erop dat hoe meer antistoffen je nog hebt tegen het oude virus, hoe makkelijker je bestand bent tegen de nieuwe varianten. Maar dit is allemaal in laboratoriumstudies uitgezocht en het kan best zijn dat het in de mens net een beetje anders gaat. Omdat het immuunsysteem best heel slim is, gelijk op het moment dat het geïnfecteerd wordt, weer aangezet wordt tot het maken van nieuwe antistoffen. En het kan best zijn dat er dan toch genoeg antistoffen geproduceerd worden om ook zo'n variant te lijf te gaan. Dat moeten we nog leren. Als we het hebben over bescherming na vaccinatie, dan is er wat verschil tussen de vaccins. U weet waarschijnlijk dat deze twee vaccins, van Pfizer en Moderna,
Die zijn met een bepaalde techniek geproduceerd. En dat noemen we de zogenaamde mRNA-vaccins. Dat is dus eenzelfde type. En daarom heb ik ze hier ook geclusterd. Die zijn ontworpen in de periode dat de varianten er nog niet waren. Dus er zijn niet mooie studies gedaan waarin we al hebben kunnen zien van nou, op die variant doet hij het goed, op die variant doet hij het minder goed. Dus er zijn vooral laboratoriumstudies gedaan. En daaruit blijkt dat de afweerstoffen die gemaakt worden na een natuurlijke infectie of na vaccinatie ietsje minder goed werken tegen de Britse variant, maar eigenlijk nog heel acceptabel. En toch wel flink minder tegen de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. Maar nogmaals, dat zijn laboratoriumstudies en we moeten kijken of dat ook in de mens zelf zo is. Want misschien is er nog best een flink percentage bescherming. En in ieder geval tegen ernstige ziekten. En dat is natuurlijk wat we heel belangrijk vinden. Het AstraZeneca-vaccin en het Janssen-vaccin zijn ook van dezelfde techniek. Het AstraZeneca-vaccin, daar is onlangs gekeken hoe mensen die de Britse variant hadden daarop reageerden. Hoe goed beschermd die waren versus mensen die met de niet-Britse variant, met het standaardvirus, geïnfecteerd waren. En dan zagen we dat, dat de bescherming tegen de Britse variant ietsje minder was, maar echt nog wel goed. Ten opzichte van de Zuid-Afrikaanse variant en de Braziliaanse variant is dat nog minder zeker. In dit geval zijn er laboratoriumstudies gedaan en studies in groepen mensen. Die laboratoriumstudies die lieten weer zien dat de capaciteit van die antistoffen om het virus op te ruimen echt wel minder leek. Maar toen er naar echte mensen werd gekeken, bleek het effect van het vaccin, het beschermde effect, eigenlijk nog best heel goed. Nou, en tot slot hebben we dan nog het Janssen-vaccin, het nieuwste vaccin wat goedgekeurd gaat worden, hopelijk. Die kon al in Zuid-Afrika getest worden, omdat het vaccin eigenlijk pas net klaar is, zou ik maar zeggen. Dus de testen liepen nog. En onder andere in Zuid-Afrika, waar de Zuid-Afrikaanse variant heerste. En daar werd gezien dat het vaccin beter werkt tegen de normale virusstam, maar ook nog steeds tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Zij het in iets mindere mate. En dat was ook weer een groep echte mensen. Dus al met al is de boodschap dat het virus heel... Ja, je kan niet zeggen dat het virus slim is, want het leeft niet. Maar het virus evolueert snel. Dat zijn we ook gewend van virussen. Daar moeten we rekening mee blijven houden. Gelukkig is ons immuunsysteem ook heel slim. En gelukkig zijn we steeds beter in het snel maken en aanpassen van vaccins. Hier wilde ik het bij laten. Dankjewel voor deze hele mooie en duidelijke presentatie over hoe de varianten de effecten van het coronavirus beïnvloeden en wat voor consequenties dat mogelijk heeft voor het vaccinatiebeleid. Er zijn wat vragen binnengekomen via de e-mail in de chat die ik graag aan je zou willen voorleggen. Een van de vragen gaat over de nieuwe gerapporteerde varianten van het coronavirus. Vooral natuurlijk die in Zuid-Afrika, Brazilië en de UK, de Britse variant. Die laten diezelfde vervelende variant zien. Diezelfde mutatie. Naast een aantal andere varianten. Betekent dat juist niet dat er voor het virus niet al te veel opties zijn om via mutaties betere spikes te ontwikkelen? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat het virus een bepaald aantal plekken heeft waarop die makkelijk muteert, waarbij die toch nog fit is en fit blijft. Dus er zijn een paar voorkeurslocaties, zeker. Ja, en heeft dat dan ook gevolgen voor de diagnostiek? Zou je kunnen voorstellen dat als die varianten hoofdzakelijk op dezelfde plek zitten, dan is het natuurlijk makkelijk om dat deeltje continu te blijven onderzoeken. Dus dat zou dan heel positief zijn. Dan detecteren we de meeste varianten. Maar op het moment dat een variant dus niet in die hotspot zit, zouden we die dan nu kunnen missen met de huidige diagnostische methode die wij gebruiken in de laboratoria? Nu niet. We weten nu dat we alle varianten oppikken. We hebben ook heel veel verschillende technieken. Maar het kan natuurlijk zeker gebeuren dat er een variant ontstaat
die we missen. Alleen daar zullen we waarschijnlijk toch heel snel achter komen. Want als iemand nu heel ziek wordt en je weet niet wat hij heeft, dan zul je snel denken aan, het zal misschien wel een bijzondere variant van SARS-CoV-2 zijn. En we hebben ook technieken waarbij je het hele virus, het hele genoom in één keer kan aantonen. Dus dan mik je niet op één heel specifiek stukje waar je dan je diagnostiek op ent. En dat is nu ook niet het geval. We hebben allerlei soorten technieken die op verschillende plekjes van het RNA binden. En daarop gericht zijn. Dus er moet wel veel gebeuren voordat we het virus helemaal niet meer kunnen aantonen met de standaard technieken. En de huidige technieken, daar blijkt ook bij dat dat lukt. Het is wel zo dat de Britse variant ontdekt is, omdat er een bepaalde techniek gebruikt wordt die naar drie plekken keek van het drie eiwitplekken. Mm-hmm. En steeds kwam er een signaaltje van, nou, deze twee, ja, gevonden. En die werd maar niet gevonden. Okay. En toen bleek dus dat daar inderdaad een hele specifieke mutatie in dat eiwit zat, wat met die techniek niet werd opgepikt. Toen is men dat virus met sequentieanalyse, zoals dat heet, het hele genoom gaan bekijken. En toen zagen ze, ja, inderdaad, die techniek die past niet meer daar. Maar ja, we hadden nog die twee andere signalen. Dus daardoor is het toch gevonden. Ja. Die moderne technologieën die gaan heel ver. Daar ben ik zelf ook mee bekend. Die zijn ook best wel tijdrovend en ook best wel duur. Gezien ook de mutatiesnelheid van het virus, is het RIVM van plan om voor langere tijd toch steekproefsgewijs te blijven samplen om toch nieuwe virusvarianten te blijven ontdekken? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat denk ik zeker. We proberen dat ook landelijk uit te rollen en regionaal, mm-hmm. Omdat het heel belangrijk is. Het is heel belangrijk om een vinger aan de pols te houden. We hebben het zelf hier in het UMCG ook al gerealiseerd. Dus we houden nu zelf van alle patiënten en alle medewerkers ook in de gaten wat er gebeurt met het virus. En je ziet inderdaad een heleboel verschillende varianten. Ja, een vraag wat natuurlijk voor de hand ligt is, hoeveel meer varianten kunnen we verwachten? Is daar iets over te zeggen? Nou, als we bijvoorbeeld het vergelijken met wat we kennen van het griepvirus. Ja, het virus muteert ongeveer met 2 mutaties per maand. En het belangrijkste om te vertellen is denk ik dat niet elke mutatie of elke variant relevant is. Want er zijn een heleboel varianten die zich net zo gedragen als het basisvirus. En dat hoort erbij. Bij virologie hoort het dat een virus zich een beetje aanpast. En meestal is dat niet erg. Maar heel af en toe glipt er één tussendoor waar we last van hebben. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zou graag wat willen vragen over de werking van die vaccins tegen die nieuwe varianten. Je gaf aan dat het Pfizer-vaccin Moderna en dat AstraZeneca, dat die eigenlijk niet zo goed werken tegen de Britse variant. Lijken iets minder goed werkzaam te zijn. Laat ik het iets genuanceerder brengen, excuses. Zou je kunnen voorstellen dat iemand dan een extra prik zou moeten krijgen om toch een goede immuunrespons op te wekken, om zo toch goed deze variant te kunnen afweren? Is dat een optie? Dat zou op den duur een optie kunnen zijn. Waarschijnlijk zijn we sneller met het aanpassen van het vaccin en zal de derde prik dan een eventueel aangepaste prik zijn. Dat is logischer. Maar in de theorie kun je je voorstellen dat als inderdaad het een rol speelt hoeveel antistoffen je hebt in je lichaam, hoe goed je de variant kan opruimen, kan neutraliseren, dan kan een derde prik helpen om die drempel van de hoogte van antistoffen te bereiken, de titer heet dat, dat de titer hoog genoeg is, om toch ook nog die variant te kunnen opruimen. Maar daarvoor weten we nog niet genoeg. We moeten eerst gaan zien hoe dat nu in de tijd gaat lopen. En we moeten ook gaan zien of het, als het nu toch genoeg is om ernstige ziekte en opname en dood te voorkomen, dan kunnen we misschien zeggen, we laten het hierbij. Want dat is ons doel natuurlijk ook. Gewoon zorgen dat niemand er meer echt heel ziek van wordt. Nee, begrijpelijk. Er kwam een vraag binnen via de chat. Is het probleem misschien niet alleen het tekortschieten van het immuunsysteem, maar misschien ook wel een overreactie van het immuunsysteem? Ja, dat is een goede vraag. Zou dat kunnen? Om het geheel goed te blijven begrijpen. Ja. De ernstige ziekte wordt veroorzaakt door het overshoot van het immuunsysteem. Ja. Okay. Maar om het virus op te ruimen, heb je wel een basis hoeveelheid immuunreactie nodig. Ja. En het vaccin staat daar volledig los van.
Dus het vaccin heeft geen invloed op het ontstaan van een overdreven immuunreactie waardoor iemand ernstig ziek wordt. Het vaccin geeft je net zoveel eiwit dat je lichaam denkt, hey, ik zie een onderdeel van het virus, ik ga wat doen. Maar dat is nooit dat hele overdreven arsenaal wat er gebeurt bij mensen die een ernstige COVID-infectie hebben. Ja. Dus je zou je kunnen voorstellen, stel dat er mensen zijn die een slecht immuunsysteem hebben of die aan onderdrukkende middelen zitten voor het immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Moet hier dan het beleid op worden aangepast middels de vaccinaties? Of... Nou, die worden sowieso ook mensen die immuungecompromitteerd zijn, zoals dat heet, dus een minder goed immuunsysteem hebben of van zichzelf of door medicatie, die worden geadviseerd gewoon zich te laten vaccineren, want het vaccin is veilig, ook voor die groepen. Er zitten geen substanties in, geen levend virus, ook al mag je dat niet helemaal zeggen, dus ja. Je kan er niet op die manier ziek van worden. Maar het risico is bij die mensen dat hun immuunsysteem niet goed genoeg wakker geschud wordt om, als er straks echt virus binnenkomt, dat virus helemaal op te ruimen. Ja. Dus dat staat eigenlijk ook los van de varianten. Mm-hmm. Daar is überhaupt het immuunsysteem al aangetast. En dat is al moeilijk om tegen een gewone variant dan afweer te maken. Je zou kunnen zeggen, laat staan tegen een variant. Maar dat geldt dus na vaccinatie. Ja, dat gaat dus om de afweer die al eerder bekend was. Want even voor het concept, als je een variant voor het eerst binnenkrijgt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke het is. Want dan heb je nog geen afweer. Dus dan is het ook niet zo dat virus dan de afweer gaat ontduiken. Pas als je het hebt over ik heb een infectie doorgemaakt of ik ben gevaccineerd, dus er zou afweer klaar moeten staan. En dan komt er een variant. Ja, dan is het immuunsysteem even in de war. En dan lukt het niet. Ja, nee, dat is wel heel, heel duidelijk. Ja, dank je wel daarvoor. Dan was er nog een vraag over de toename van de Britse variant in de tijd. Zoals je heel mooi liet zien, middels de grafieken in jouw presentatie, is nu ongeveer 50% van het totale aantal COVID-besmettingen wat we nu zien, wordt veroorzaakt door die Britse variant. Ja, waarschijnlijk net iets meer al, ja. Of misschien al iets meer. Nu heeft er in de krant in ieder geval is een artikel verschenen waarin de projectie eigenlijk was dat die toch wel vrij sterk en snel zou toenemen, maar dat die eigenlijk een beetje leek af te buigen. Dus dat die exponentiële groei zoals we hadden verwacht eigenlijk niet doorzet. Is dat nog steeds zo? Of zijn er nieuwe inzichten toevallig? Weet jij daar misschien iets meer over? Nee, ik denk, hij leek een beetje geremd te worden, maar uiteindelijk gaat hij nu gewoon helaas gestaag wel door. Ik denk dat ik heb ergens de hoop dat de maatregelen die we natuurlijk hadden met de avondklok erbij en één bezoeker, dat die daarbij hebben bijgedragen. Ja. Maar in totaal zitten we, dat heeft u op alle websites kunnen lezen, in totaal zitten we nu met die bekende R weer boven de 1. Ja. En zijn we dus überhaupt weer aan het groeien. En het idee is dat dat toch komt door de bijdrage van de Britse variant aan het geheel. Ja. Dus we moeten ons toch gaan opmaken voor de komst van de derde golf veroorzaakt door de Britse variant. Ja. Nou, gezien de tijd zou ik het hierbij willen laten. Nogmaals hartstikke bedankt voor je presentatie en het beantwoorden van de kijkersvragen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze lezing van de Medische Publieksacademie. Maar voordat ik afsluit wil ik u erop attent maken dat er volgende week op 9 maart weer een livestream van de Medische Publieksacademie is. En dit keer is het thema huidkanker. De lezingen van die avond worden gehouden door dermatologen Dr. Wiegman en Dr. Rax. Daarnaast wil ik u er graag op attent maken dat wij op onze website een formulier hebben waarin u kunt aangeven wat u vond van de lezing van vanavond. En wij gebruiken deze informatie om onze lezingen nog steeds te verbeteren. Ik wil hierbij iedereen hartelijk danken voor het kijken. Nog hartelijk bedankt voor het houden van de presentatie. En hopelijk zien we u weer online volgende week. En voor nu een hele fijne avond.